bouwrijp maken van gronden, aanpassingen van bouwvergunningen, een goede watersysteem. Dit zijn 3 van 5 basiseisen die het ministerie van Openbare Werken zal opnemen in hernieuwde regelgeving voor verkavelingsprojecten. Minister Riyad Noor Mohammed maakte deze eisen gisteren bekend. De nieuwe regels zijn vastgesteld op basis van een prognose van 15 jaar. Naast de 3 eerder genoemde voorwaarden voor verkavelingen gaat OW ook letten op de vaststelling van een marktconforme prijs en het bieden van veiligheid in de buurt. De bewindsman stelt dat deze nieuwe gestelde eisen een beter overzicht aan het ministerie moeten bieden. Dus uiteindelijk was het ultiem doel waarom we dat verkavelingsbeleid hadden stopgezet voor een jaar, is om de zekerheid van de burger te gaan garanderen. Daar ging het om. En die zekerheid ging om. Er is een verkaveling, de eigenaar verkavelaar is dood en de persoon is aan zijn lot overgelaten. Of soms de infrastructuur zag eruit. Dus een weg zag eruit of de kanalen en goten werden niet meer opgehaald. Omdat OW zich op het standpunt stelde van het project of de verkaveling of de wegen moeten overgedragen zijn. Dat is leuk en aardig, maar uiteindelijk leidt die burger eronder. En daarom hebben we dit besluit genomen. Het besluit is inderdaad dat, maar ik meen dat vroeger hebben jullie dat ook een keer gedaan. Dus het besluit is dat, en dat was die oproep, dat we alle burgers in heel Suriname oproepen en verkavelaars om, ik praat over de oude groep, de groep zeg maar voor 2020, laat me dat maar even zo zeggen, alle mensen dat ze zich komen registreren of aanmelden per brief alsnog. We hebben al veel inventarisatie gedaan, maar ik denk dat er nog meer zijn. 1 burger is voldoende om het aan te geven. Dus ik roep die burgers op, als ze in zo'n verlaten verkavelingsproject wonen en het is nog niet geregistreerd bij OE, om het gewoon per brief of per app te doen. Dan maken we contact en dan zorgen we voor dat we alle informatie gaan opvragen. Het welslagen van het beleid op verkavelingen wil de minister garanderen door een lijst te publiceren waarin alle bij het ministerie geregistreerde verkavelingsprojecten zijn opgenomen.